hartelijk welkom in ons midden hier in Hoppestein. Wij zijn heel erg vereerd met het feit dat u tijd heeft weten vrij te maken in uw drukke agenda. Om samen met deze kinderen voor al deze bewoners voor een verrassing te zorgen. En dat is een verrassing die we te danken hebben aan de Riki Stichting en het Nationale Ouderenfonds. En de persoon die dat namens onze organisatie ook allemaal voor elkaar heeft weten te krijgen, voor het contact heeft gezocht, dat is Helen Poppert. Nou, dames en heren en jongens en meisjes, leerlingen van de Koningin Wilhelmina School, burgemeester, goedemiddag. En ook alle vrijwilligers en collega's die vanmiddag geholpen hebben om dit fantastische festijn voor elkaar te krijgen. En eigenlijk is het nog maar een kleine 3 weken geleden dat ik een heel klein persberichtje in de krant las, waarvan ik dacht, dat is leuk. Ik las namelijk dat we werden uitgenodigd om samen met leerlingen van scholen bij oudere mensen paaspakketten te gaan uitdelen. Ik denk, als dat toch eens lukt, bij ons bij de stromen, denk. En ik zag ook nog dat de burgemeester zou willen komen, maar het moest wel binnen een uur, want hij heeft maar heel weinig tijd. Ik denk, dat ga ik proberen te regelen, want dat zou echt fantastisch zijn. Nou, en hier het resultaat vandaag. Want we hebben eigenlijk heel veel kleine vrijwilligers die kennis komen maken bij ons op de locatie. En misschien kunnen we ook in de toekomst nog wel eens samen iets leuks doen. Dus ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken. En het doel eigenlijk waarom we dit allemaal organiseren, is dat er eigenlijk onder ouderen soms heel veel eenzaamheid is. Eenzaamheid die niet altijd zichtbaar is. En het Nationaal Ouderenfonds en de Riki Stichting maakt dit dus mogelijk om door middel van de paaspakketjes dit eigenlijk uit te gaan delen en het een beetje onder de aandacht te brengen. Zodat je ook aan papa en mama en hier aan anderen kunt laten zien, lieve mensen, we denken ook aan oudere mensen. Dus ik wil eigenlijk jullie allemaal hartelijk bedanken en wil ik graag overgaan aan het volgende deel. Mag ik Ronald nog een keer vragen? Het is altijd leuk om met kinderen dingen te ondernemen. Dat is altijd fascinerend om te zien hoe onze kinderen plooibaar zijn in allerlei verschillende maatschappelijke situaties. En 3, het is heel belangrijk om het contact te brengen tot stand te brengen tussen jong en oud. Want al deze geweldige mensen die hier zitten, al die mooie gezichten, die zijn ook allemaal zo begonnen. En dan is het ook wel leuk om ook dat contact tussen de verschillende generaties tot stand te brengen. Daar zitten, als ik zo schat, gemiddeld 2 generaties tussen. We hebben niet alleen maar Pasen, we hebben Pinksteren, we hebben nog 4 en 5 mei, we hebben kerst en we hebben mooie andere gelegenheden te vieren. Wellicht brengt dat andere ideeën, en misschien ook de scholen, op andere ideeën om veel meer het, ingewikkeld gezegd, het intergenerationeel contact tot stand te brengen. Dat zou de moeite waard zijn, denk ik. En daarom ben ik hier ook graag. Nadat de burgemeester zijn handtekening heeft gezet, nou, daar is hij voorlopig nog wel even mee bezig, ben ik bang. Ja, willen jullie die van mij ook dadelijk? 96 jaar wordt u, hè? Ja, echt. Wie is de jongste van jullie? Jij. En jij heet? Femke. Nou, dan wil ik vragen of Femke en mevrouw Temier, of jij samen met de burgemeester één paaspakket wil pakken en die aan mevrouw Vermeer wil overhandigen. Kinderen, mag mevrouw Vermeer er even door? Als het is, een respectabele leeftijd van 94. We hopen dat allemaal te worden in gezondheid. Geweldig. Ja, dat mag wel een applausje. En een kus. En doe ik het namelijk ook. Oké.
Het is niet alleen kanariegeel vanwege de kleuren van de... Ja, maar het is ook geel vanwege de Tour de France, hè? Dat weet u, hè? Ja, maar dat kijk je graag naar. Dat is bij jou. Hoe bent u burgemeester geworden? Kijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. Je schrijft een brief naar de koningin. Als je denkt dat je zoiets zou willen en zou kunnen, dan schrijf je een brief naar de koningin. En er zijn nog veel meer mensen die ook zoiets willen. Dus de koningin krijgt nog veel meer brieven. En die brieven gaan allemaal naar de commissaris van de koningin. En daarna moet je gaan vertellen aan de leiders van politieke partijen in Rotterdam waarom je denkt dat je de beste kandidaat bent. Mijn ketting, die heb ik wel bij me, maar niet om. Die heb ik straks nodig. Maar als jullie willen dat ik hem omdoe, dan haal ik hem zo meteen. Wil je hem vallen? Ja! Misschien dat hij ze daar aan de buitenkant fors maken. Mag ik je ook uitleggen waarom een burgemeester zo'n ambtsketen draagt? Ja. Weet je dat? Ja. Weet je dat? Ja, omdat dan is omdat dan weet je dat hij burgemeester is. Nog niet, hè? Ja, dat heeft twee belangrijke redenen. Eén, inderdaad, het staat dan voor het zijn van de eerste burger van de stad. Dus iedereen kan je daaraan herkennen. Maar in de gemeenteraad, als ik voor zit, dan heb ik hem ook altijd om. Dan heeft de burgemeester altijd zijn ambtsketen om. Om te laten zien dat hij boven de partijen staat. Ja, wat denk je? Nou, ze vragen mij voor welk team ik voorstander ben. Ik ben heel rijk, want ik heb drie teams. Sparta, ik heb Feyenoord en ik heb Excelsior. Ik heb er drie. Ik zal hem namens u allemaal hartelijk de groeten geven. Dank u wel. Dank u wel. Zijn we zo zoet geweest dit jaar?